Morning, leuk je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is Winter Wonderland hier. Het is sneeuwen. En ik vind het wel erg mooi, want we hebben ook echt een blauwe lucht. Dus, looks good. Ik ben alleen zenuwachtig, dus I don't look good. Want ik heb echt... Nee, ik heb goed geslapen trouwens. Maar, oh, ik werd wakker. En ik had zenuwen. Ik ga padellen. Jullie denken, wat komt er? Oh, ze gaat gewoon padellen. Maar ik ga padellen met... 3 meiden, waarvan ik er eentje 2 keer heb gezien en de andere niet. Super zenuwachtig ben ik. Maar ik vind het heel erg leuk. En ik heb een bammetje voor mezelf. Sorry, ik ging recht voor jou langs. Met kaas. Oh. Ja, doe eens gek. En daarna gaan we lunchen bij mijn opa en oma. Dat is wel gezellig. Waar rij je? Chico, die heeft altijd... road rage. Ja, altijd. Zico heeft road rage. Ja. En 3/4 van de mensen kan gewoon niet rijden. En hou je rekening met die 3/4 van de mensen als ze niet kunnen rijden. En dan bedanken ze niet ervoor dat je rekening met ze houdt. Nee, het is... rijinstructeur worden. Zou je rijinstructeur willen worden? Ik zit meer naast door de slagtrecht helemaal niemand. Nou zeg. Hey, Zico, ik moet hem iedere keer nageven, hij heeft eigenlijk altijd wel gelijk, maar ik heb altijd, nou, ik zeg ook altijd, nou, wie weet voelt hij zich niet zo lekker. En dan zegt Zico ook, ja, misschien, inderdaad. Maar, ja, maakt niet uit. We waren, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. En daarna zijn we naar mijn opa en oma gegaan, eventjes gaan lunchen. Dat was hartstikke gezellig. En, goed. En vanavond hebben wij eters. En Zico had laatst voor mij, toen ging ik even naar boven, lag ik even op bed. En toen zei Zico, kom je zo, ga jij maar even liggen. Dan ga ik boodschappen doen en eten maken. En ik wist dus niet wat hij ging maken. En hij had helemaal een plankje voor mij gemaakt. En we krijgen dus eters. Dus Zico zei, zal ik weer dat plankje maken? En toen dacht ik, dat is het beste idee van de hele dag. Dus daar gaan we nu even spulletjes voor halen. Eigenlijk wouden we naar... Roxy's Deli in Zaandam. Dat is een delicatessenzaak en daar kan je ook broodjes halen. En dat was eigenlijk echt, toen wij er waren, super leuk. We hadden toen wat kaas en wijn gehaald voor mijn oom. In de decembervlog zijn we daar geweest. Wat is er lief? Is er maar één plek? Nee, twee, maar ik heb een stekker even gehaald. Ook weer niet goed, hè? Nee. Heb je maar kijk, we gaan zo meteen eens kijken hoe het eruit ziet. Ja, is goed. Dus links en rechts. En hij is in de verkeerde gegaan, bedoel je? Verkeerde. Oké. Okay. Moeten elektrische laden, dus moet naar zo'n laadpaal. En hier staat al een auto, die heeft zichzelf ingeplucht. In waarschijnlijk de parkeerplaats waar wij nu staan. Waarschijnlijk? Ja, ik heb het nog niet gezien, Chico. Ik heb altijd echt de grootste lol met deze jongen. Kijk. Oh. Maar er staat ook gewoon een, er staat ook gewoon een X. Dus hij heeft hem niet gedaan. Nee. Het gebeurt dus ook heel vaak dat mensen dan gaan staan bij zo'n plek. En dan doen ze een stekker erin zodat je er kan staan. Maar dan gaan ze niet laden. Dus nu staat er op dat ding. Dat hij gereed is om te gaan laden. Dus hou je pas er maar voor. Maar dat heeft die meneer dus niet gedaan. Dus nu kunnen wij niet laden. Waar het eigenlijk om ging, die delicatessenzaak in Zaandam is dicht. En wat we dan ook heel leuk vinden, leuk en lekker vinden om heen te gaan, is Landmarkt. En dat is dus een supermarkt in Amsterdam. En daar hebben ze gewoon allemaal lekkere dingetjes. Heel veel van die kleine ondernemer dingen qua... merkjes. Nou, ik denk dus bijvoorbeeld eigenlijk, misschien is het helemaal niet zo'n klein ondernemer, maar bijvoorbeeld bij de Appie of zo ligt het volgens mij niet. Maar ja, altijd echt heel erg lekker en leuk hier. Dus we gaan even onze boodschapjes doen. En dan zal ik wel even ons plankje filmen, want ik denk wat we dan vanavond gaan maken is wel een beetje ons ultieme plankje. Nou, we gaan hier ook eventjes vis halen. Even kijken. Oh, wat zei je? Oesters? Nee joh, gek. We hebben nu verschillende kazen hebben we al. We hebben rucola, we hebben nootjes, worst. Nou, we gaan hier nog een stukje zalm pakken, maar dat gaat Zico dan leggen op de zeewier. Dus die hebben we ook. En we hebben zalmfilet.
En dit zijn dan de boodschappen die we nu hier halen. Maar we gaan ook nog even naar de Albert Heijn. Nou, inmiddels zijn we weer thuis. We moesten ook nog even langs de Albert Heijn. En we hebben hier wat opgeruimd en gedaan. En wat kaarsjes aangedaan. Dus dat is altijd zo'n lekker gevoel. En eigenlijk heb ik altijd op tafel deze zilveren staan. Maar die heb ik eventjes nu hier gezet. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Daar zijn kaarsjes. En hier hebben we nog wat kaarsjes. En hier is Poes. Ik vind deze stoel, helemaal als het dan zo opgeruimd is, hij past zo niet. En ik mis enorm de stoel die we hiervoor hadden staan. Dat is er eentje van de Karwei. Met boucletstof, super mooi. En ik was in december was ik nog even in de Karwei. En toen zag ik dus dat ze die precieze stoel, ik zal hem even laten zien, misschien wel ook de foto die ik gemaakt heb, in het beige dus. En toen dacht ik, oh, maar die zou ook mooi staan. Want we hadden dus eerst de Teddy variant. Ik ook waarschijnlijk al een foto van. En dat stond hier gewoon echt super mooi. Dus ja, daar die hebben we weg moeten doen. En mocht je je afvragen waarom die stoel hier niet meer staat. Omdat deze meid blaasproblemen heeft. En eens in de vier jaar gaat plassen overal. Dus die bank konden we wegdoen. Zometeen het plankje. Oeh, en ik denk dat dat een beetje een sfeerbeeld wordt. Omdat we dan ook bezoek hebben natuurlijk. Je maakt hem dan nog af. Dus dan... ook wel een sfeerbeeldje. Zie ik wel even vast de borden op tafel. Een sfeermuziekje aanstaan. Maar die moet natuurlijk eventjes uit. Ik had gewoon in Spotify. Heb ik gewoon chill background music aangeklikt. En als ik jullie een tip mag geven. Over een specifiek iets in de keuken. Tomatenmes van de Xenos. Een van de dingen op de plank is een camembert. Die gaat Zico in de oven doen voor 25 minuten. En voordat het de oven ingaat, gaat hij er balsamico op doen. En tomaatjes. Er zijn heel veel mensen die doen ook bijvoorbeeld honing of knoflook. Dat kan allemaal. Maar dat is echt... Wat zei je? Walnoot. Ja, doe lekker gek en het kan. En dan is hij lekker vloeibaar en dan kan je eigenlijk je brood erin dippen. Dat is eigenlijk waar we voor gaan. Dan hebben we mijn favoriete snack... Dat is vegetarische balletjes. Ik zal ze zo even laten zien, want ik vind die zo lekker. Die zijn gewoon lekker om op zo'n plank te hebben. Maar of in je spaghetti maken met balletjes of zo. En een rode saus. Deze. Vegetarische balletjes van Albert Heijn Huismerk. Super lekker. Burgers daarvan, maar die heb ik al heel lang niet meer gegeten. Want we hebben... nu toevallig de ereburger van de vegetarische slager. Maar de favoriete burger van ons is de bofkip burger. Ons plankje was echt een succes. Ja, dat was een van onze betere planken. Ja, en ik had gefilmd toen we eigenlijk net gingen zitten. Dus ik zei, sorry hoor, ik wil nog heel even filmen. Maar zij weten natuurlijk dat ik gewoon dit doe en zo. Maar ik zou hun niet filmen of zo. Dus het is echt zo... Ja, gaan we zitten. Dus dat was even heel snel. Sorry daarvoor. Nou ja, ik zie jullie... morgen. Ja. Ja, hè? Good morning! Oh, ik ben veel te laat opgestaan eigenlijk. Want ik had eigenlijk plannen vandaag. Maar die gingen dus niet door op het laatste moment. En nou, ik kreeg het appje. Toen dacht ik, dan draai ik me nog even om. Dus dat was echt super chill eigenlijk. Want ik ging veel te laat slapen. Zico en ik. We hebben echt een beetje een verkeerde routine op het moment, moet ik helaas toegeven. Maar de routine die ik wel goed volhoud, is mijn skincare en zo doen. En ik heb net ook weer mijn haar gewassen. En ik moet zo meteen even een pakketje unboxen. Want ik gebruik supplementen en goede shampoo, zeg maar, voor mijn haar. Dus dat moet ik wel even blijven doen. Dus dat pakketje moet ik even snel openmaken. Want ik zat een tijdje zonder mijn haargemies. Maar nu even mijn skincare opgooien. En deze zit nu ook in mijn routine. Deze heb ik dus van Leonie gekregen. Hebben jullie in de vorige week vlog gezien. Maar ik ga dus zo meteen even mijn haar doen. Maar waarom ik dus zo lui ben. En nu. Of in ieder geval. Ik ben gewoon echt veel te traag. Veel te traag. Ik heb wel gewoon ontbeten. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat ik dat heb gedaan. Maar ik ben zo dom dat ik B&B vol winter... of de, hoe heet het? Winter vol liefde, weet ik veel. B&B vol liefde wintereditie. Gewoon nog niet
was gaan kijken. Dat vind ik dan altijd weer echt zo stom. Dan loop ik zo achter, want volgens mij is het inmiddels alweer klaar. Maar ik ben net begonnen met kijken gisteravond toen ik in bad ging. En ik ben meteen hooked, dus ik ben meteen blijven kijken. En ik vind het zo grappig. Ik praat ook echt tegen mijn laptop. Als er iets gebeurt of als die voice-over iets zegt. Ik denk dat het gewoon mijn programma is. Zoals zo velen van jullie ook is. En waar ik ook zo'n zin in heb, en dat is echt een tip voor mij, en ik heb dat volgens mij echt al 4 keer gezegd, waar ik ook niet op kan wachten, is de podcast reality TV. Reality? Nou, ik volg ze gewoon op Podimo, maar in ieder geval de podcast waarin ze dus B&B voor Liefde elke aflevering bespreken. Echt. Love it. Dus ik kan niet wachten omdat ik dat dan ga luisteren ook. Ik ga nu even mijn haar doen. En even verder editen. Want thank god was ik al wel begonnen met editen inmiddels. Maar ja, toen was mijn laptop weer een beetje leeg. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik nu heel even de vaat doen beneden. Toen heb ik op mijn iPad B&B wel aangezet weer. Ja, en toen bleef ik weer te lang kijken. En deze is opgemaakt. Dus ik ga eventjes weer een nieuwe douchegel pakken. En dan gaat natuurlijk de kast op de overloop open. Want ik ging eigenlijk nu kijken voor haarspulletjes en zo. Maar ik denk, deze staat nu vooraan. Dat we voor deze gaan nu. Sowieso. Nice. Maar ja, dat je die spullen opgestuurd krijgt. Dat is echt niet normaal. Luxe. Echt zieke luxe. Oké, nu ga ik echt mijn haar doen. En mijn spulletjes pakken. En iets wat ik heel chill vond, of vind, is deze. Die spreken dan eigenlijk altijd een beetje in. Dit snap ik niet. Ik weet niet of ik nou gewoon zo dom ben, maar ik snap dit niet zo goed. Want het is dus een dream coat en het gaat dus blijkbaar, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb het wel vaker ingespreid zoals je hoort. Ik moet het gewoon even opzoeken hoe dit werkt. Wat het moet doen. Want of ik zie dus gewoon niet wat het doet. Of ik snap niet wat het moet doen en daarom zie ik het niet. Weet je wel? Nou, ik heb mijn haar gedaan. Ik zou willen dat het altijd zo blijft zitten, maar dat is niet zo. Ik ga even het shoplog gedeelte van een video filmen die vandaag nog online komt. Ik had hem zoveel eerder online willen hebben, maar er kwam even iedere keer wat tussen. En ik merkte eigenlijk heel erg aan mezelf dat iedere keer als er iets tussen kwam, dat ik echt dacht, oké, er komt wat tussen, boeien. En dat ik het dan opzij schoof om te uploaden. En ik ben erachter waarom dat is. En dat hoef ik niet te delen of zo hoor, maar blij dat ik het nu weet van mezelf. Waar het probleem lag. Oh, ik heb mijn statief gewoon in de kast gelegd. Wat een nette meid. Inmiddels is het 4:15. En het is nog helemaal licht. Dus dat is ook weer heel erg lekker. Ik heb ook heel veel kunnen doen. Uiteindelijk toch nog wel echt mijn to-do-lijstje afgewerkt. Dus dat was heel erg chill. Maar ik wil je even wat laten zien. Ik had het net natuurlijk al eventjes over bepaalde producten die ik gebruik. En ik gebruik ook bepaalde shampoos. Ik had er al eentje laten zien. En toen had ik het ook over mijn supplementjes. Die gaan we even unboxen. Hier zitten dus weer nieuwe shampoos in. En mijn haargummies. En ook weer een nieuwe shampoo en conditioner. En deze heb ik dus van New Nordic. En ik heb de volumelijn. En ik heb deze shampoo voor het eerst in oktober gebruikt. En ik heb hem dus meegenomen op vakantie. Een hele maand op vakantie gebruikt. En ik heb nu echt nog, zit nu onder de douche, echt zo die laatste pompjes nog eruit te halen. En die haargummies. En ik heb ook nog, en ik heb ze even gepakt, maar waar heb ik ze neergelegd? Deze. Dit zijn de supplementen. En deze items heb ik dus toen al in oktober gekregen van New Nordic. En die heb ik dus nu gebruikt. En ik heb nu een refill omdat ik zo tevreden ben. Heel eerlijk. Het heeft voor mij echt, voor mijn gevoel, heel erg geholpen. Wat er met de producten van New Nordic eigenlijk is, is dat ze aangeven die volumelijn die wij hebben. Die gaat van zowel binnenwerken als buiten. Want beauty comes from within and without. Dus de shampoo vanaf de buitenkant en dan de haargummies en die supplementen vanaf de binnenkant. En ik moet zeggen, het heeft me echt positief verrast. Ik ben heel erg tevreden daarover. Ik merk het echt met als ik mijn haar vast heb hier aan de bovenkant en zijkant. En daar kan ik het meeste ook wel gebruiken. Ik heb ook echt veel babyhaartjes erbij weer gekregen. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel erg tevreden. En dus heel erg blij dat ik mijn gummies weer heb. Want het zat echt een beetje in mijn routine en ik had ze nu een paar dagen niet. En heel de grap is dat ze me nu ook doen denken aan vakantie, omdat ik dit dus op vakantie ook had. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving doen naar de website en dan eigenlijk even direct de volumelijn van New Nordic, zodat je even kan kijken of het iets voor jou is.
Ook mocht het iets voor jou zijn, heb ik een kortingscode. Dus doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. En even een ander dingetje. Ik weet dat het een hair volume lijn is. Maar er zitten ook bijvoorbeeld in deze gummies zit er biotine, zink en kruidenextracten. En ik kan het wel eventjes voorlezen trouwens. Er zit dus appelextract, gierstenextract, paardenstaartextract, biotine en zink in. Maar wat ik dus zou zeggen, en ik heb mijn nagels laatst weer gewoon helemaal kort geknipt. En ze zijn weer echt super snel aan het groeien. Nog sneller dan normaal. Het valt me echt op, want ik doe mijn nagels zeg maar zelf. Dus dan zie ik die uitgroeien en dan denk ik echt, dit gaat echt als een jacko. En ik heb nu ook een veel dunner laagje biap. Normaal gesproken deed ik altijd een heel stuk dikker, zodat ze niet gingen scheuren en doen. Maar mijn nagels waren echt in super goede conditie. Dus... of dat hierdoor komt, ik gok van wel. Supergoed dus voor haarvolume, maar het is ook voor je huid en nagels. Dus dubbel, dubbel op. En give it a try. Kijk ook even gewoon de reviews van New Nordic, want die zijn ook heel erg goed. Ik ben heel erg tevreden, dus deze ga je nog veel bij mij zien. Dan ga ik nu, want we zouden eigenlijk eters krijgen. Ga ik nu even bedenken wat Zico en ik gaan eten. Want dat weet ik niet. En trouwens, er was net sensatie in de straat. Er waren jongens die zeg maar sneeuwballen aan het gooien waren. En ja, je weet hoe dat gaat. Ik denk dat ze hem iets te strak hebben gedaan. En iets te zo, zodat het echt aankwam als een ijsbal. Dit zijn allemaal hele oude huizen, gehoorige huizen. Ik heb toevallig wel dubbel glas, maar ik denk dan mijn buurvrouw bijvoorbeeld niet of zo. Want die kwam helemaal naar buiten van oprotten, want haar katten waren helemaal opgeschrokken. Dus ik vond het echt super zielig voor die katten. En die jongetjes, die scholden haar uit voor alles wat los en vast zit. En niet normaal, dat ik echt dacht, wat gebeurt hier? En het liep gewoon zelfs een beetje uit de hand dat ik naar buiten ben gegaan om ertussen te staan. Dat ik echt dacht van, wat de fuck is hier gebeurd in mijn dorpje? Maar oké. Ik ga nu dus even bedenken wat ik ga koken. Het avondeten is pizza geworden en wij gaan nu padellen. Doei! Hey, inmiddels is het donderdagmiddag en wij gaan er even op uit. Zico die zei tegen mij, we waren al de eten, lunch besteld. I know, een beetje lui, maar er was iets nieuws open bij ons in de buurt. En dat was gratis bezorging, omdat ze dus nieuw zijn. En we wouden het graag heel graag proberen. Ik ben helemaal vergeten hoe het heet, want daar heb ik niet naar gekeken. Ik had zo'n trek en het was heel erg lekker. Geen idee hoe het eruit ziet, waar het nou precies zit, maar op Uber Eats was het gewoon... stond het gewoon ergens bovenaan of zo? Stond die actie er of zo? Ja, was het bovenste, ja. Nou, dus we hebben het geprobeerd en het was lekker. Vanmorgen hebben we gepadeld. Natuurlijk weer, wat doen we anders in ons leven? Helemaal niks. Maar toen zag ik opeens, toen we aan het wachten waren op ons eten, zei hij, oké, we gaan het opeten en daarna gaan we iets leuks doen. Dus ik heb geen idee wat we gaan doen. Maar we nemen jullie natuurlijk weer mee. Zijn we de kringloper in Naarden. Zico was zo lief geweest. Hij had namelijk in Nijmegen gevonden dat er heel veel kringloopwinkels bij elkaar zaten. Dus hij dacht, daar ga ik hem mee naartoe meenemen. Maar als hij heel eerlijk is, vindt hij dat helemaal niet zo leuk. Dus toen zijn we nu hier. Echt heel lief. En ik ga dan wel een keer naar Nijmegen, want wat Zico had gevonden, ik heb geen idee. En dan zijn het allemaal kringloopwinkels bij elkaar blijkbaar. Nou. Gewoon in Nijmegen. Oh, nou, echt super lief. Maar de kringloper in Naarden hier is een van mijn favorieten. Dus gaan we even kijken. Je vindt hier echt altijd wel dingen die je leuk vindt, weet je wel. Of in ieder geval echt wat specialere dingen. Wat bakjes met leukere vormen en zo. En gewoon, ik weet niet. Het is hier altijd wel echt wat leuks. Het is wel wat prijzig, moet ik zeggen. Deze is €37. €37,08. Ik kan het niet helemaal lezen wat dit moet voorstellen. €8. Weet niet. En ook altijd allemaal tafels met gewoon echt enorm veel leuke dingen. En eigenlijk is mijn favoriet hier ook de kleding. Dus ik was daar. Er zijn boeken, cd's, et cetera. En dan gaan we denk ik daarna even naar boven. En deze spiegel is echt te groot, zeg. En €65. Dat vind ik best wel veel nog. Want hij is ook een beetje faaltjes. Maar ja. Oh, dit is mijn outfit van de dag. Een dikke trui van de kringloop, een Levi's broek, New Balance, deze heb ik van Vinted en mijn sjaal is van Naked en mijn muts H&M. Het staat er echt mega vol. Daar ben ik niet boos om. Even kijken bij de jassen. Nou, in ieder geval, ik ga gewoon even lekker kijken. Als ik iets vind, dan zie ik het wel. Maar ik heb nu alweer helemaal zin om echt een kringloopvideo op te nemen. Maar dat ga ik dan weer een andere keer doen, snel.
Nou, ik heb alle nieuw binnenrekken die zeg maar door dat stuk daar gaan al helemaal bekeken. Deze heb ik ook helemaal bekeken. En bij, waar is het vest nou? Eén vest zei ik van, is het nou stom of is het nou leuk? En Zieke vond het niet zo, dus toen dacht ik, ja, het is het ook. Oh, nu ik hem nog een keer kijk, denk ik ook, nee, dat is hem niet. En deze vond ik ook op zich wel wat hebben, maar hij is heel erg gepild, dus die ga ik ook niet passen. En ik weet niet zo goed hoe deze hals, zeg maar, loopt, maar ik denk dat deze een beetje kort gaat zijn voor mijn liking. Dus nu gaan we nog heel even rodier, kijken of ook weer zo'n twee kleuren, of hier nog wat tussen zit verder. Deze kan gezellig zijn. Dan kan ik die wel eventjes, ik heb letterlijk ja, wel een paar dingen gezien die dan net niet in mijn maat zijn, maar verder weinig soeps. Hier ook een onderrand, een ander kleurtje. Dan hebben we de sportkleding en ik vind hier een tennisrokje van Adidas. Echt heel erg leuk. Maar ja, ik heb dus vanmorgen al gepadeld in mijn kringloop tennisrokje. Maar dan een Nike, eentje van Nike. Dus ja, ik ga hem niet passen. Want anders ga ik hem weer meenemen. Niet nodig. Deze hals vind ik wel echt heel erg mooi. Maar ik heb er zo weinig aan, want als ik ga sporten moet ik echt de sport-BH echt aan. Dat zie je altijd zo er doorheen. En is het mijn kleur? Dat weet ik ook niet. Maar ik vind de halslijn mooi. Er is geen spiegel in de paskamer. Maar dit vest is, ja, hier zit helemaal niet goed. Is te klein. Dan leek deze me wel leuk. Omdat hij een beetje harig is. Maar hij knettert al heel erg. Ook te klein. Maar dan hier, zeg maar. Ik krijg hem niet. Het zit niet lekker, zeg maar. Helaas. Inmiddels is het vrijdag en ben ik net thuis van padel. En trouwens vanmorgen, dat was echt heel erg leuk, maar ik had met mijn camera niet bij me. Zei Zico van, of eigenlijk hij zei het gisteravond al, van morgenochtend gaat de wekker zo en zo laat. En dan zitten we om 9 uur in de auto en we zaten 9:30 in de auto. Maar we zijn naar Naturalis geweest. Dat was echt heel erg leuk. Dus dat was vandaag. En we zijn dus wezen padellen. En even gedoucht en omgekleed. Maar ik moest zo lachen. Ik heb deze outfit precies al een keer aangehad. En toen had ik een foto gemaakt op Instagram. En die scoorde gewoon niet zo goed. En dat kan gebeuren, weet je wel. Dus ik had gewoon op mijn stories gevraagd van, hebben jullie de post misschien niet gezien? Vinden jullie de post aan zich niet leuk? Of is de outfit lelijk? En heel veel van jullie zeiden dat de outfit leuk was. Maar ook echt een paar DM's gekregen. En ik vind het heerlijk dat ik dat gewoon toegestuurd heb gekregen. Ik vind dat gewoon heel grappig. Toen zei iemand ook, sorry, maar die outfit is gewoon walgelijk. Of die outfit is gewoon zo super lelijk. Of het ligt aan de outfit. Echt, ik ging stuk. Maar ik dacht, ik laat het maar jullie nog even zien. Het is dus gewoon een chille outfit met een trui, maar ook met een lange rok. En die rok is dus gebreid. Dus ja, het is gewoon echt een heel specifiek item. Daar ben ik me zwaar van bewust. Maar ja, dit is dus de look. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het dus echt heel erg leuk. Zal ik even zeggen waar alles van is? Deze trui is van Naked. Een van mijn favorieten. Het witte shirt eronder is van de Kringloop. Deze jas heb ik dus gekocht in Frankrijk toen ik ging kringlopen met Lara. Echt een hele, hele leuke kringloopvideo. Mocht je dat willen zien, zeker doen. Deze is ook weer van Naked. Van Naked. Tas heb ik echt al heel lang. Heb ik op Vinted gekocht en is van origine van de Mango. En de schoenen zijn natuurlijk die samba's en sokken van het kruidvat. Ik ga even naar de supermarkt. Ik heb heel wat lunch voor mezelf gehaald. Ik heb drop gehaald en liefde en passiebrood van de Albert Heijn. Ik vind dat zo lekker. Maar ik wil nog even laten zien. Want ik had een kleine bestelling geplaatst bij H&M voor Zico. Hij had namelijk broeken nodig. Dus hij heeft even weer wat broeken. En het zijn gewoon simpele pantalons. En hij is er ook helemaal niet. Dus ik kan het ook niet aan jullie laten zien nu. Maar toen dacht ik, ja, als ik toch aan het bestellen ben, dan kan ik even in de sale kijken voor mezelf. Wat ik namelijk heel graag wou was een nieuw kussensloop op de bank. En ik vond één die is perfect. Deze. En ik vind hem ook echt heel erg mooi. Maar hij gaat terug. Want ik weet niet of je het gaat zien. Hij is heel erg, ja, niet mooi. Zeg maar, als ik hem zo zie, dat zwart is niet diep zwart. Er zitten allemaal witte haren tussen. En het verhaart als een gek. Echt verschrikkelijk. Dus toen dacht ik, ik heb al een kat die verhaart. Dit ga ik niet doen. Dus deze gaat terug. Maar die was nu of afgeprijsd naar 15 of van normaal 15 naar iets anders of zo. Maar I don't know, die gaat terug. En toen zag ik nog een rok die ik wou.
En ik wist nog niet welke kleur. Dus ik dacht, ik kijk even welke ik wil. Maar het is lelijk en de stof is dun. Dus ja, het is echt ja, heel erg het niet. Maar ik ben dus nog wel op zoek naar zo'n soort rok verder. Het is namelijk een beetje asymmetrisch. En ik zal ze beide heel even aandoen. Want ik ben nog steeds stiekem ook nog wel aan het twijfelen. Want ik vind de stof niet fijn en eigenlijk te dun. Maar eigenlijk is het ook alweer een beetje pas voor wat ik wel zocht. Dus ik ga het even laten zien, even snel. Wat een contrast. Winterse rok uit. En dan gaat deze even aan. Eerst de beige. Even iets lager. En ik heb trouwens zwart ondergoed aan. Dus misschien schijnt dat enorm door. Dus dat is ook een reden waarom deze kleur het sowieso niet wordt. Maar kijk, ik vond het asymmetrische. Ik vond hem, ja. Ja, ik vind het wel wat. En het is natuurlijk in de sale omdat het meer een zomer item is. Maar, en in de zomer vind ik dit toch nog steeds wel leuk. Maar, ja. Deze dus sowieso niet eigenlijk. En de zwarte waarschijnlijk niet. Dit is de zwarte. En ik heb trouwens in allebei een maat L. Ja, nee, dit is hem gewoon niet. Ik heb het nu ook weer even aan. En ik voel het. Dit is hem niet. Maar zo asymmetrisch iets ben ik dus helemaal weg van. En ik heb er heel veel van die asymmetrische jurken en rokken gezien bij Motel Rocks. Motel Rocks. Geen idee. Ik heb dat nooit besteld. Maar mijn vriendin van mij had er wel ooit besteld. En die vond het wel heel erg leuk. Maar ik vind het best wel prijzig. En ik weet dus niet hoe de kwaliteit is. Dus als jullie ervaring hebben met Motel Rocks, let me know. Of misschien een tip hebben voor zo'n rok, let me ook know. Dan ga ik even het retour dingetje van H&M in orde maken. Want beide rokken en de kussensloop en 2 van de 5 broeken van Zico gaan terug. Dus dat is helemaal goed. En dan ga ik nu de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Mocht het hier zijn gekomen, laat er maar even het woord winter achter. Want we hadden natuurlijk sneeuw. Winter vol liefde. Ik zit er middenin. Podcast ook. Reality Check heette dus op Spotify en Podimo. Maar Podimo zat volgens mij een extra aflevering of zo. Maar het is super. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei doei!